is ook, er is die wanhoop, er is de ongeloof, geloof, maar er is ook enorme liefde aanwezig, die maakt dat er toch ook hoop is. En dat allemaal nog eens doorspekt, want er zit ook voor mijn gevoel nogal wat humor in de hele Vlaamse karakter dat de film ook heeft. De zwijgzaamheid, de onuitgesproken, het onuitgesprokene in een relatie bijvoorbeeld. Dat vind ik ongelooflijk Vlaams. En dat ik dan alleen maar kan uiten met ik wil patatten en ik wil... Dat even. Maar zeg nu toch eens iets anders. Nee, het is dat dan. Ja. Ja, er is een veelheid, er is een gelaagdheid in de film waar ik erg veel van hou, ja. Er lopen, naar mijn idee, nogal wat mensen rond, nog steeds in leven, die meer dan boter op het hoofd hebben, die meer die weten, die echt kennis hebben en zwijgen. En dat vind ik zeer verontrustend, want dat zijn mensen die macht hebben. Kan niet anders. Anders is dit onverklaarbaar. Als je wiskundig zou benaderen, die gebeurtenissen, die getallen, die aan acties, moorden, weet ik veel, met een bende die waarschijnlijk niet één bende is, maar waar gerekruteerd werd, waar dus een veelheid van mensen, van nozelaars, idioten, hebben aan deelgenomen en dat daar niks van geweten is, dat daar niet ergens een lek is of een weet, dat kan niet. Dat is uitgesloten. En daar heeft Albert groot gelijk in. Dus daar moet iets achter zitten van een hogere orde. En ik bedoel niet God. Want God doet zo'n dingen niet. God doet niks eigenlijk. Hè? Nee. Stijn is een min of meer een constante in mijn leven. Dus ik heb hem leer kennen heel jong. Toen hij assistent werd en hij groeide al gauw tot iedereens eerste assistent, want Stijn wist beter dan wie dan ook waar de camera moest staan. En dat is een zeer warme relatie geworden. Stijn is een van de meest empathische mensen die ik al heb ontmoet. Een goed mens, een door en door een goede man. En dat schept een band, want de kwaliteiten die ik net opnoem, die heb ik niet helemaal in dezelfde mate. En dus daardoor dat we, als we samenkomen, elkaar in evenwicht houden. En goede afspraken. Hij is een trouw iemand, hij houdt zich aan de afspraken. En dat is zeer, zeer, zeer werkzaam, ja. Dus we hadden misschien iets vaker dat soort grote dingen moeten doen. Het is hem ook niet altijd gegeven geweest. Hij heeft met vele plannen rondgelopen in al die jaren. En, dan zijn daar altijd twijfels tussen droom en daad. Er staan wetten in de weg en lastige mensen. Stijn was sowieso overtuigd van ik maak die film. En heeft dan de vraag gesteld of ik het wou doen. Dat het en zijn wens was, maar vooral ook de wens van David. Dus David is hier op zijn wenken bediend geweest, die jongen. Hè. Die is, mocht wel eens een keer verwend worden, maar
Dus dan ben ik David gaan zien staan, hij heeft me alles voorgesteld. Ik heb hem gesproken, urenlang. Verbijsterd, verwonderd. Met tranen in de ogen, dichtgesnoerde keel, heel zijn verhaal gehoord. Terwijl die man geen krimp geeft, daar ogenschijnlijk zeer cool kon over vertellen. Het was een ongelooflijke ontmoeting, dan weer een volgende ontmoeting, dat we een wandeling maakten door Aalst, verschillende locaties zijn gaan bezoeken. Dan telkens weer die heldere, maar ogenschijnlijk emotieloze vertelling volgde. En daar waren zulke confronterende momenten bij dat ik vaak heb gedacht van, ik weet niet of we dit moeten doen of we daar iemand een dienst mee bewijzen, behalve dan dat grote verlangen van David om dat te doen. Wij moesten een film maken, een film is fictie. En dat is mijn job, dat is mijn vak, dat is Stijn zijn vak, dat is, wij doen dat graag namelijk. Dus dat was een hele rare periode. Ja. Het leven ging ook door, hè? Dus tijdens het draaien gebeurden er allerlei dingen. Hè? Eerst het allerbegin, toen we nog niet aan het draaien waren, dan werd op een zeker moment, zou het onderzoek stoppen. Dan ineens, dus dan krijg je die paniek, dan krijg je berichten van David, die in zak en nas zit. Dan ging het toch weer verder, dan worden er dingen zogezegd ontdekt die David al lang wist, die hij ons verteld had. En, daar wordt dan slecht op gereageerd en is David in zak en as. Hij was bijna alle dagen op de set, maar dan konden wij zien, letterlijk zien, wat dat lichamelijk en psychologisch met hem deed. Dus wij hebben hem soms echt zien crashen op de set. Dus die fictie waar wij mee bezig waren, was onwaarschijnlijk hard aanwezig. En de realiteit tijdens het draaien. Dus dat was een hele rare periode, maar ik had hier voor geen geld ter wereld willen missen. En dat is het rare, omdat ik lang getwijfeld heb. Dat was heel leuk. Het zijn heel pintere kerels die zeer attrem en juist konden invullen en eigenlijk wonder boven wonder altijd begrepen waar het over ging. En dat waren zeer inspirerende samenkomsten. Dat was bijzonder. Het is allemaal, de ene stadium na het andere heeft elkaar nogal in de tijd tamelijk kort opgevolgd. En toch was de tijd tussen het maken en nu uitkomen, was mij te lang. Dus ik heb eigenlijk geen zin om hem af te schudden. Ik ben er heel blij mee.